Ja, ik doe nou tegenwoordig telemarketing. En dan probeer ik weet wel, dingen te verkopen, weet je wel, telefoonabonnementen. Ja, die mensen bellen gewoon op. Kunt u het begrijpen? Ik ga mensen opbellen voor een telefoonabonnement. Terwijl ze al een telefoonabonnement hebben. Weet je al, ik bedoel, is dat niet geen geval van marktverzadiging? Ik snap het mijn god niet meer. Maar ja, betaalt goed, weet je wel. Dan bel ik ze op, weet je wel, goedemiddag. Ik heb een nieuw abonnement voor een aanbieding, weet je wel. Misschien wel 20 cent goedkoper, maar je moet 20 formulieren invullen, 15 keer een handtekening zetten en ja. Ja, en 3 weken wachten op de brief. En die ondertekenen en terugsturen, weet je wel, en dan bespaart u 20 cent per maand. Is dat niet fantastisch, mevrouw? Is dat niet fantastisch, mevrouw? Neem alsjeblieft gewoon een nieuw abonnement bij ons. Is dat niet geweldig? Gewoon 20 cent per maand besparen. Gewoon, weet je, al die inzet. Is dat niet geweldig?